Het economenpanel is te gast. Bert Corlijn, senior-econoom bij ING. En Koen de Leus, hoofdeconoom van de Belgische tak van BNP Paribas. Ook schrijver van het boek De Nieuwe Wereldeconomie. We praten over de ECB, want daar maken ze zich zorgen om de afkalvende rol van de euro op het wereldtoneel, bleek vorige week maandag uit een jaarlijkse studie van de Centrale Bank. In het rapport dat beheerders van deviezenreserves bleek dat beheerders van deviezenreserves vorig jaar 100 miljard euro aan eurobeleggingen verkochten. Koen, is de euro een kwakkelmunt geworden? Nee, dat denk ik niet. Nu, ik denk dat je... Het is natuurlijk nooit niet goed dat je ziet in die deviezen voorraden dat je daar afneemt aan belang. En het is inderdaad zo, van 25% van de totale deviezenreserve zijn ze nu naar 19% gegaan. Ik heb de indruk dat dat vooral met de geopolitieke omgeving te maken heeft en dat men meer en meer naar goud gaat. Voor mij blijft het nog altijd de belangrijkste vraag om te zien of dat je reservemunt bent of niet. Oké, als ik nu aan jou zou vragen, in wat ga je beleggen? Je moet onmiddellijk antwoorden. Ga je in Chinese renminbi beleggen of ga je in euro's beleggen? Deze belangrijke vraag moet ik nu beantwoorden. Ja, ik zou zeggen, toch nog euro's. Voilà, dus op dat moment, en hetzelfde als je dat de renminbi of de Verenigde Staten, de dollar, ook daar zal iedereen nog altijd de Verenigde Staten en de dollar gaan zeggen. Maar die Chinese munt komt wel dichterbij. Ja, maar ik denk dat er voorlopig, zeker in de westerse wereld, geen enkel persoon gaat zeggen, oké, we gaan nu in de Chinese renminbi gaan investeren. Is dat onwetendheid? Nee, ik denk dat gewoon die Chinese kapitaalmarkt nog altijd veel te gesloten is en dat het veel te onzeker is met betrekking tot die Chinese munt. Dus ik denk dat de komende 10, 20 jaar dat we nog wel redelijk goed zitten. Maar je kan natuurlijk niet rond die geopolitieke volatiliteit die er vandaag is, waardoor dat heel wat landen toch gaan zeggen, oké, we moeten ook eens kijken naar ergens anders. Het grote probleem met de euro is dat er heel moeilijk is om in Europees papier te gaan investeren. En als je gaat kijken ten opzichte van de Amerikaanse overheidsfondsen, ja, dan zie je dat de eurobonds, uitgegeven door de Europese Unie, 1,5% van die Amerikaanse overheidsobligaties uitmaakt. Dat is natuurlijk veel te illiquide. Kwestie van tijd, hè, want dat ligt ook een beetje onder deze boodschap. Denk toch eens na over gezamenlijke Europese schuldpapieren. Ja. En als dat zover zou komen, dan zou dat een wereld van verschil maken. Dat denk ik zeker wel. En ik denk dat het wel zover gaat komen, omdat we toch sowieso zien dat we dat industrieel beleid, dat moeten we gaan gemeenschappelijk doen, of anders spelen we de euro uit elkaar. Ook investering klimaattransitie moeten we gemeenschappelijk gaan doen. En ook defensie moeten we gemeenschappelijk gaan doen. Allemaal geld nodig. Dan zijn we een beetje terug bij het eerste onderwerp van dit panel. Ja. Dat zijn die gezamenlijke opgaven waarvan ook wordt gezegd, als je daar je geld voor gebruikt, dan mag die schuld nog wel wat oplopen. Dan kijken we daar wat coulanter naar. Voilà, en dus dat maakt inderdaad ook dat heel die uitdaging en heel die begrotingstekorten maakt allemaal toch wel iets soepeler, maar iets makkelijker om te dragen. En zal die Europese eurobondmarkt veel liquider maken en ook veel aantrekkelijker voor blijft die euro het voorlopig nog wel winnen van de Chinese munt, Bert? Ja, kijk. En is dat belangrijk? Nou, dat tweede is denk ik vooral relevant. Ik weet niet zo goed hoe belangrijk het is. Hè. Ik denk dat het scorebord hierbij niet het meest spannende is om naar te kijken. Ik denk ook dat de ECB maakt zich daar wat zorgen om. Maar ik denk dat die verdiepte kapitaalmarktunie, dat belangrijker is om andere dingen dan om de stabiele positie van de euro te bewaken. Wordt gezegd, als dat een goede positie blijft voor de euro, dan zie je dat bijvoorbeeld terug in lagere leenkosten. Dus daar heeft uiteindelijk bijna iedereen profijt van. Dat is ook nuttig. Kijk, en daarom is het ook belangrijk dat je een sterke munt hebt. Hè. Dat absoluut. En een relevante munt wereldwijd. Maar dit soort dingen gaan natuurlijk heel traag. En wat je natuurlijk ook ziet, is als je kijkt naar de positie van de renminbi, dan heeft dat ook heel erg te maken met de positie op in de wereldeconomie die van China nou eenmaal groter wordt. Is daar nou eenmaal een soort van een natuurlijke reflectie op. Je ziet ook dat Europa het afgelopen jaar cyclisch het net wat minder gedaan heeft dan andere grote blokken, omdat wij natuurlijk de energiecrisis te verstouwen kregen, waardoor onze economie gestagneerd is voor een tijdje. Allemaal dingen die hier toch ook wel impact op hebben. Ik zou zeggen, dit is niet per se een hele acute zorg. De punten die aangedragen worden door de ECB om hier wat aan te doen, die zijn ook relevant voor andere dingen waar we nog meer profijt van gaan hebben. Maar als je dat rapport erop naleest, dan zegt de schrijver, de auteur van het rapport, dat is trouwens een Italiaanse centrale bankpresident, dat er dwingende economische en politieke redenen zijn om de status van de euro als wereldmunt te verdedigen. Zit jij er net zo militant in?
Nou, kijk, de vraag is zeg maar hoe snel het gaat. Hè. Stel, je munt wordt in één keer heel erg irrelevant. Is veel meer afhankelijk van schommelingen op de valutamarkt. Dan heeft dat natuurlijk voor je economie is dat heel vervelend. Dat absoluut. Hè. Dus wat dat betreft is het inderdaad zeker belangrijk dat je een sterke, stabiele munt hebt. Maar dat hebben we in Europa. En ik denk niet dat dit de meest acute zorg is. Maar ja, de punten die hij noemt zijn heel relevant. Maar ook vooral om Europa op andere manieren sterk te houden. Dus ik denk wat dat betreft is het niet gek om erover na te denken. Edi Mujagic is hier een paar keer per week te horen in dit programma. Hij liet vorige week al blijken dat hij het merkwaardig vindt dat de ECB zich hier überhaupt over uitlaat. En hij zei dat als volgt. Sinds ik de ECB volg, en dat is sinds dag 1 van de bank, was het verhaal altijd, ja, die internationale rol van de euro, daar hebben wij niks mee te maken. Wij stimuleren dat niet. We proberen dat niet af te remmen. We laten het aan de markt over. En we zijn er eigenlijk neutraal in. En vandaar dat ik het opzienbarend vond dat ze zich nu ineens daar zorgen over maken. Opzienbarend, Koen? Vind je ook dat de ECB zich hier eigenlijk helemaal niet mee te bemoeien heeft? Ik denk het wel. Vanuit twee standpunten. Van eerst heb je het geopolitieke omgeving helemaal veranderd is sinds 2000. Dus ik denk dat je in zaken strategische autonomie, dat je inderdaad best wel een stevige euro en een belangrijke euro hebt. Ten tweede denk ik dat hier ook een beetje de kar wordt voorgereden voor de central bank digital currency. Want ja, dat zorgt er natuurlijk voor als je zegt van oké, wij moeten een sterke euro hebben. Ja, dan hebben ze ook een uitvlucht om die central bank digital currency te gaan introduceren. En misschien ook als internationale munten gaan positioneren. Dus ik denk dat het twee doelen dient. En vandaar dat het een beetje naar voren wordt geschoven. Ja. Overigens, toch nog even terugkomend op die eurobonds, Bert. Daar hebben we het wel vaker over gehad. Zou dat veel schelen? Nou ja, zeker. Hè, wat natuurlijk net ook al aangeeft. We kijken naar een situatie waarin er weinig in Europees staatspapier belegd kan worden. Dat geeft een sterker fundament onder je munt op het moment dat dat wel een mogelijkheid is. Het is natuurlijk een politieke keuze die beladen is. Wat zeg je die? Waar je voor of tegen kunt zijn. Dat is een beladen onderwerp. Precies, is beladen. Maar het geeft inderdaad een sterker fundament onder je gemeenschappelijke munt. Dat is een ding wat zeker is. Hè. Ja, maar het geeft ook meer integratie van die Europese Unie. En ik denk dat dat voor Europa zeer, zeer belangrijk is. Dat we meer geïntegreerde begrotingsunie krijgen. Zegt hier de Belg. Die weet wat de overheidssituatie is in eigen land. Ja, oké. Okay, maar ja, ik kan alleen maar voor mijn eigen spreken. Nee, ik ben altijd een politiek. Maar er wordt natuurlijk, omdat het een politiek keuze is, vaak gezegd dat er wel heel erg veel grote verschillen zijn tussen de huishoudboekjes van de verschillende lidstaten. Ja, nee, maar dat is zo. En ik vind ook dat België orde op zaken moet stellen. En ik kijk met afgunsten naar hoe dat men in Nederland de overheidsschuld is en begrotingstekort. Jullie maken je al zorgen als ze 1% of 2% begrotingstekort hebben. Ja, wij zitten met 4,5%. Daar moeten we mee stoppen. Ja, waar voilà, wij het over hebben, dat is gebabbel in de marge. Ja, ja, wij blijven lachen met 4,5%. Ik denk niet voor altijd, maar voorlopig nog wel. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid, zeg ik tegen de leden van het economenpanel. Bert Colijn, senior-econoom van ING. En Koen de Leus, hoofdeconoom van de Belgische tak van BNP Paribas. Ook schrijver van het boek Zomertip volgens de Financial Times, de nieuwe wereldeconomie. Dank u wel. Tot snel weer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral via je favoriete kanaal of de BNR-app.